Raas, De Vlaming, De Meijer en Walter Plankaert, die valt. De besten zitten weer vooraan op de fel omstreden Koppenberg, die echter te ver van de aankomst ligt, zodat de kopgroep voor Geraardsbergen alsmaar aangroeit. We zien hier in het wiel van Lubberding en Kuiper Guido van Kalster, Raas, De Meijer, Mozer, Toerouw, Schepmans, De Vlaming, Plankaert, Willems, Godefroot en Zoetemelk. Ontsnapping van Jan Raas. De Vlaming en Mozer temporiseren, maar Toerouw gaat erachteraan. Hij zal echter op 200 meter blijven hangen. Jan Raas blijft in de laatste 30 kilometer alleen voorop. En met deze overwinning kroont Raas zich tot de nieuwe koning der klassiekers.